Ingenieursbureau Drechtsteden, dat is een ingenieursbureau voor de Drechtsteden. De gemeentes Dordrecht, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Alblasserdam, Papendrecht, Sliedrecht en Hardingsveld-Giessendam. En wij doen eigenlijk alles op het gebied van civiel techniek in de openbare ruimte. Thema's die wij hebben, dat is ontwerp, 3D, riolering en klimaatadaptatie, groen, directievoering en toezicht en datagestuurd werken. Wij ontzorgen de opdrachtgevers door het liefst eigenlijk helemaal vanaf het begin in een project mee te draaien. Dan kun je dus kijken van waar zitten de risico's. Zijn er nog mogelijkheden om andere dingen te doen? Bijvoorbeeld die klimaatadaptatie, maar ook qua duurzaamheid. Hoe ga je om met je materialen? En dan neem je ook de opdrachtgever neem je daarin mee. Dan kun je eventueel ook gericht onderzoeken doen om te kijken van wat hebben we nu precies. We zijn vandaag in Dordrecht. In Dordrecht draaien we heel veel projecten. Van Dordtse Keel 4, een heel groot nieuw bedrijventerrein dat in de aanleg is, tot de projecten hier in de binnenstad. We staan vandaag hier op een project voor kadervernieuwing. Ik sta op het oude gedeelte van de kade en de aannemer is op dit moment druk bezig om nieuwe damwanden te slaan om een nieuwe kadermuur te kunnen maken. Ja, het vervangen van de damwanden dat is nodig omdat de kadermuur is oud. Daar zit een fundering onder en heipalen en die zijn slecht aan het worden. De werkzaamheden hier die gaan in zijn werk dat de aannemer die zet eerst een stalen damwand. Daar worden er ankers ingezet en die komen een behoorlijk aantal meters naar achter toe. Om te zorgen dat de damwand op termijn ook echt op zijn plaats blijft. Die worden allemaal afgespannen. En daaroverheen worden betonschorten gehangen. En daar wordt metselwerk weer keurig netjes opgemaakt. Mooie aan dit vak, dat is de grote diversiteit in de projecten die je draait. Verharding, openbaar groen, inrichting voor de bewoners, speelplaatsen. Ook werkzaamheden voor wegen en begraafplaatsen en sportvelden doen wij. Dus het is heel divers. En dat is juist het interessante eraan.